iedereen zegt dat koning Radboud koning is van Friesland. Dat is niet zo. Friesland is eigenlijk genaamd naar de Friesians die op dat moment in het noordengebied van Nederland wonen. Dat was een stad, een hele Dorrestad. Dat was op dat moment een van de grootste steden in Europa. Het was een handelsstad en daar werd handel gedreven. Dit is trouwens, weet je dat dit Bonifatius is? Dit ben jij eigenlijk. En laat mij inspireren door altijd mijn films. Ik heb Michiel de Ruiter gemaakt. Daar wilde ik echt Rembrandt schilderijen maken. En deze film wilde ik meer een ander soort artistiekiteit maken. Dit is een Poolse kunstenaar. En dit is een Tsjech. En dit is zeg maar de stijl waarin ik de film visueel wilde gaan maken. Maar ook videogames. Ik ben een groot videogame lover. En ik vind de designs van videogames altijd erg interessant. En dit is een videogame waar ook weer inspiratie voor Redbad in zat. De locaties, we hebben de film gedraaid in Nederland, Denemarken, Duitsland, België. Echt prachtige landschappen. En we moesten natuurlijk Dorrestad bouwen, wat niet bestaat. Maar gelukkig vonden wij in Eindhoven een dorp, een prehistorisch dorp, die wij omgetoverd hebben tot Dorrestad. En daar hebben we een heel groot gedeelte van de film gedraaid. En dit is een strand in Denemarken waar we de vikingen draaiden. Dan maak ik ook storyboards voor mijn film, om eigenlijk een beetje gevoel te krijgen. Dit is de eerste shot van de film. En die kun je alleen in de bioscoop kun je een echte shot zien. En dan hier zijn nog wat andere storyboards van de film. En we hebben ook een aantal grote battlefields gedraaid. Voor die battlefields hadden we een veld in Friesland onder andere. En daar ga ik dan, ik design dan de battles, met hoe troepen zich verplaatsen. En et cetera. En hier is dan even een kijkje op de set. Daar heb je net al een stukje van gezien, maar Dick Maas was op als